Goedendag, welkom bij een filmpje van Eric Dubois, docent aan de Karel de Grote Hogeschool voor Office Management. We hebben een vak Multimedia 1 in Office Management en dat is eigenlijk alles wat je moet kennen om een veilige, virusvrije Windows 8 te hebben. Sommige mensen hebben geen Windows 8 en dan dacht ik, ik ga vlug even een filmpje maken. Ik moest hier toch een PC installeren thuis. En ik zal daar even uitleggen wat je allemaal zou kunnen doen of zou moeten doen. Als je een CD-ROM gaat downloaden van DreamSpark, dan krijg je dus een ISO-file. Die ISO-file moet je gaan branden op een CD-ROM. En eens dat die gebrand is op de CD-ROM, moet je dus die gaan proberen bootable te maken. Dus je moet, die is bootable, dat is logisch, maar je moet dus zorgen dat je CD-ROM als eerste boot device staat. Dus de schermen die we net even allemaal gezien hebben, die voorbij flitsten, is eigenlijk een scherm, een oud BIOS-scherm. Er zijn ondertussen wel andere BIOS-schermen op de markt. En dan moet je dus instellen, waar start ik mee op? Ofwel is dat met Dell, juist zagen jullie de Dell-optie, delete, hè, dus dan krijg je die BIOS. En in die BIOS zoek je naar boot, priority, boot, disk. En dan moet je die CD-ROM als eerste zetten. Een andere optie die je kan krijgen is de F8. En we proberen hier in de F8 te geraken. En dan krijg je die F8, een selection pop-up menu komt er dan. Sommige laptops hebben dat, sommige PC's hebben dat, dus ik weet niet welke PC jij hebt. Maar kijk even op die shortcuts, die knopjes die je moet indrukken. In dit geval F8 werkt, ik kies voor CD-ROM. En als de CD-ROM is, moet je nu dringend op toetsenbordje drukken. Dat zegt hij ook. Druk nu op een toets om van de DVD te starten. Wanneer ga je natuurlijk een PC helemaal opnieuw formateren? 1. Omdat je een Windows 7 hebt en je hebt dus examen op een Windows 8. Dat betreft hier specifiek Karel de Grote Hogeschool Multimedia 1. Maar ook als je virussen hebt, als je adware en spyware hebt en je krijgt ze echt niet meer kwijt. Je begint het te ergeren, je begint een trage computer te krijgen en je wilt gewoon opnieuw beginnen. De beste manier is zorgen dat je alles gebackupt hebt. Backuppen kan op een USB, op een externe schijf. Maar vergeet ook niet Dropbox, kopie en SkyDrive bijvoorbeeld. Daar kan je gigabytes in kwijt. Als je PC dan crasht, dan heb je nog altijd die SkyDrive. Dropbox. Dus hier zien we dat we moeten kiezen. Er is niet veel te kiezen in onze CD-ROM. We moeten wel daar Nederlands-België pakken. En dat is het enige, het tweede lijntje, Nederlands-België. En eens dat die keuze gebeurd is, is het eigenlijk al standaard werk. Dus het installeren, sommige mensen schrikken daarvan terug, dat is poep simpel. Ik meen het echt. XP, Vista, Windows 7, Windows 8, het is allemaal dezelfde procedure, dus doe je het eenmaal, dan kan je het 100 keer doen. Ja. Dus we volgen hier, we moeten natuurlijk een serial code krijgen, via DreamSpark krijg je die, je hebt die ergens hopelijk goed bewaard, je kan die nog wel terug op vragen, dacht ik, ja, dat kan. En dan selecteer je het onderste, want upgrade wil zeggen, ik behoud al mijn virussen en mijn spyware, dat willen we zeker niet doen. En dan, wat willen we dan wel? We willen hier gaan zien van welke harde schijf staat mijn oude Windows 8 ding dat erop staat. Eerst zwier je alles inderdaad effectief eraf. Dus je zegt van oké, okay, ik ga alles verwijderen. Misschien niet alles. Sommigen hebben een recovery partitie, die zou ik laten staan. Maar effectief moet je even analyseren voor je daaraan begint. Hoe groot is mijn C-schijf? Dat kan je het makkelijkste herkennen. Die mag zeker weg. Dus die C-schijf, dus de foute Windows 8 of de Windows 7, die moet geüpgraded worden naar Windows 8. Die schijf, dit is wel degelijk de grootste, 1 terabyte partitie 2 dus. En we gaan op start klikken. Volgende klikken. Zie je? Dus je kiest de harde schijf waar normaal gezien je C Windows 7 of Windows 8 opstaat en het is die schijf die je kan gaan formateren. En terug hergebruiken natuurlijk. Eens dat een schijf geformateerd is, ben je alles kwijt, dus je moet backups hebben, maar je bent ook virussen kwijt en ook spyware kwijt.
Dus dat is dan weer positief. We moeten een PC-naam kiezen. We moeten dus een originele naam in het netwerk kiezen. Ik had daar een puntje in getypt, dacht ik, en dan gaat iedereen zeggen, hé, dat mag niet. En dan moet die naam opnieuw gekozen worden. Ja, kiezen een naam, meestal is het een voornaam van wie de PC is. En we klikken op volgende weer. Expressinstellingen is perfect, lees het rustig eens. Ja, die instellingen staan goed. Zo. Dan, in Windows 8 worden we aangeraden, en dat denk ik ook is het beste advies dat ik de mensen kan geven, om je aan te melden met een Microsoft account. Dus dat is een hotmail.com, een hotmail.be, een outlook.com, een outlook.be, een live.com en een live.be. Dat zijn allemaal Microsoft domeinen. En daarboven ook onze student.kdg.be is eigenlijk een Microsoft account. Ik stel voor dat je dat ofwel met je student.kdg.be doet, ofwel met je eigen hotmail account. Uiteraard zegt hij dan, ja, maar wie ben je eigenlijk? Dus dan moet je het juiste paswoord en het juiste login van je mail eigenlijk invoeren. Dus op het moment dat je dat invoert, gaat hij op internet kijken, bestaat die account, klopt dat paswoord, als het allemaal klopt. En in mijn geval had ik al natuurlijk die account aangemaakt, ik had ook al Windows 8 gesynchroniseerd. Betekent dat zelfs dat ze al mijn instellingen van die eigenlijk op een andere computer staan, nu op deze computer worden gedownload. En dat is het nieuwe facet, het synchroniseren in Windows 8. Dus straks zie je daar wel resultaten van. Dan krijgen we natuurlijk een paar filmpjes om uit te leggen van, kijk, we hebben een nieuw systeem bedacht. Dit is een startmenu, dat compleet anders is, het startscherm. En het startscherm heeft een charm, als je beweegt. Ondertussen zijn we helemaal aangelogd. En je ziet al een aantal zaken die niet normaal zijn. Ik heb al foto's in een nieuw geïnstalleerde computer. Ja, hoe komt dat? Ah, omdat mijn Hotmail-account gelinkt is aan mijn SkyDrive. En aan mijn Flickr-account en ik kan al die foto's ondertussen al zien. Dus dat is het principe van dat synchroniseren. Je bent nooit je bestanden kwijt, die staan allemaal in de cloud. Die instellingen van Windows 8 worden gesynchroniseerd. Ik ga ergens anders op een andere computer. Ik mag van die persoon daar een nieuw account aanmaken. En ik log in met mijn Microsoft-account, mijn paswoord en ik heb eigenlijk dezelfde PC thuis, met dezelfde foto's en dezelfde instellingen. Dat is een beetje het idee. Ondertussen kijken we nog even mee naar een foto vanuit Flickr. Dus je ziet het synchroniseren. Ik heb hier niets voor moeten doen. Het enige wat ik moet onthouden is mijn Hotmail account, dat je daarboven ziet in de hoek, en het paswoord, en de rest gebeurt door Microsoft. Dit is inderdaad het bureaublad van mijn andere computer. Dus dat heeft hij allemaal gesynchroniseerd. We zetten even vlug nog een paar toch wel interessante links. Er zitten heel wat interessante schermen achter die icoontjes. Het volgende wat we dan doen na een nieuwe installatie is natuurlijk zorgen van een goede browser te installeren. Maar voor we dat doen, kunnen we misschien beter naar Nanite gaan, want via Nanite kunnen we die browsers ook installeren. Zoals je ziet, dat zijn de drie browsers. We gaan Notepad++ doen, interessant voor website design en wat teksten maken, Skype, iTunes, VLC, muziek en film. Al die zaken allemaal opgezet, allemaal met in verband met ervaring van internet, zeg maar. Reader, en dan is het een keuze maken. Je moet één antivirus nemen en één anti-spyware. Dan ben je hopelijk safe van al die 40.000 virussen die per dag erbij komen. WinRAR wordt geïnstalleerd, Dropbox, SkyDrive.
en image burn is om ISO's te branden. Dus als je die DreamSpark downloadt, dan kan je dat met die image burn brannen. En dan moet je mensen natuurlijk een DVD, min-R. Want Windows 8 ISO is redelijk groot, maar onder de 4 gig, dacht ik. Ja. Dus een DVD, min-R is voldoende. En dan het leuke, het superleuke van Nanite. Je duidt wat, je zet wat vinkjes aan, dat wil ik hebben, dat wil ik hebben, dat wil ik hebben. En dan zeg je installeer maar, dan ga je lekker eten. En dan wacht je tot alles geïnstalleerd is. Je ziet Opera, Firefox, ze staan er al op. Ondertussen gaan we eens verder kijken, we moeten onze PC echt installeren van nul. Dat betekent dat we alle updates nog moeten binnentrekken. Configuratiescherm, Windows Update, helemaal onderaan. Naar updates laten zoeken. En we vinden het toch het een en het ander. Hier is een hele lijst van software. En we laten die PC installeren. Downloaden. Windows Update, nog eens downloaden. Dus hij is aardig bezig. Wat we bij een nieuwe installatie altijd zullen moeten doen, is kijken van... Zijn er onderdelen, is er hardware, zijn er onderdelen van de PC die het niet kent? Alles is dicht, dus hij herkent alles. Dus dat is perfect. Ik moet geen drivers gaan zoeken voor een netwerkkaart, drivers voor een videokaart, voor games te spelen, een driver voor een bepaald toetsenbord of een inderdaad. Ondertussen is alles geïnstalleerd. We laten eens even zien. De selectie van daarnet in Nanite is allemaal braaf geïnstalleerd en er is braaf een linkje op het bureaublad gezet van kijk, het is gelukt, het is gebeurd. Aan u nu om, aan u om het te gebruiken. Wat doe ik nu? Het is allemaal in de vuilbak smijten. Wat zijn dat? Pijltjes, dus snelkoppelingen, met andere woorden, dat heb je niet nodig. Programma's, die staan er en die snelkoppelingen, dat vervuilt eigenlijk maar het bureaublad. Je ziet dat ik het klassiek startmenu ook opgezet heb. Op Windows 8 kan je dat dus in Nanite downloaden. Dan ben je gegarandeerd virusvrij. Als je begint te googlen en te surfen, kan het wel eens zijn dat je ergens anders terechtkomt. Dus ja, die startmenu dat zag er wel goed uit. Alleen mogen op het examen van multimedia dat niet gebruiken. Dan moet dat even af, maar voor de rest van de tijd mag je dat natuurlijk gebruiken. Ondertussen... Ze hebben wat filmpjes her en der ingekort. Want anders zou het nog echt een heel lange film worden. Wel, updates zijn gebeurd. We loggen terug aan. Buiten mijn doen vraagt hij opnieuw van, hoe zit het? Welke browser wil je hebben? Windows 8 is dat verplicht via de wet. Dus ik... Omdat dat scherm nooit meer te krijgen, heb ik vooral zeker toch maar even Google Chrome opnieuw geïnstalleerd. Ik weet dat die geïnstalleerd is via Nanite. Maar ik vreesde dat het anders misschien nog wel eens de volgende keer als ik het terug opstart, weer dat scherm krijg. Totdat ik uiteindelijk mijn beslissing neem.